Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 5 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vorige les hebben we gekeken naar zo'n 67 en toen heb ik een beetje dramatisch zitten vertellen van als je dat kunstje niet kent op je grafische rekenmachine, dan faal je en dat is allemaal veel te moeilijk. Maar ik heb nog eens goed nagedacht over die som en ik kan wel een paar dingen erover zeggen waarmee die toch ook wat te doen is als je niet dat kunstje kent van de grafische rekenmachine. Dus dat wil ik even doen. En ik wil straks ook even som 72 nog bespreken. Om nog wat extra kunstjes op de grafische rekenmachine helder te maken voor jullie. Nou, som 67, dat ging over een atleet en een paard. En die atleet versnelt 3,5 seconden volgens een formule en daarna niet meer. En dat paard die versnelt de eerste 6 seconden volgens een andere formule en daarna niet meer. En dan worden er 2 vragen over gesteld. Nou, vorige les hebben we deze formules gemaakt. We hadden de formules gemaakt voor de atleet. Dit was de versnelling van de atleet. En toen kregen we hier de snelheid van de atleet en uiteindelijk ook de positie van de atleet met c gelijk aan min 12 1 vierde. En voor het paard kregen we ook die formules. Nou, stel je nou voor dat je ze niet zo makkelijk op je grafische rekenmachine kan tekenen en dat het allemaal een beetje door elkaar loopt, kan je dan toch nog iets beredeneren over hoe je dit zou moeten oplossen. Nou, som A. Wat is de maximale voorsprong van de atleet op het paard? Als de voorsprong maximaal is, wat zegt dat over de snelheden van die dingen? Op het punt, dus je doet een wedstrijd. De atleet die gaat harder zo en dat paard dat gaat hem inhalen. Op het moment dat die voorsprong maximaal is van die atleet, kan je dan iets zeggen over de snelheden? Dat is een inzichtvraag. Als je de inzichtvraag niet kan beantwoorden, dan kan je altijd gewoon nog gaan nadenken en op een andere manier proberen. Dus de voorsprong. De voorsprong is de positie van de atleet als functie van de tijd min de positie van het paard als functie van de tijd. Toch? 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 En als je wil dat de functie maximaal is, hoe kun je dat dan uitrekenen? Wat moest je dan doen als je een maximum wilde weten van iets? Ik zoek de toppen van een functie, wat moet ik doen? Maximum. Ja, maar zonder rekenmachine? Is dat min BG dan de 2a? Dat is voor een parabool. Algemeen. Ik zoek de toppen van een functie. Je moet de richtingscoëfficiënt gelijkstellen aan? 0. En hoe bereken je de richtingscoëfficiënt? Met de? Afgeleide. Ja, als je de toppen zoekt van een functie, ga je kijken wanneer de afgeleide 0 is. Maar we kunnen hier van de voorsprong de afgeleide uitrekenen. De afgeleide van de voorsprong is de afgeleide van de positie van de atleet. Dus de snelheid van de atleet. Hè? Afgeleide van de positie is de snelheid. Daar gaat het hele verhaal over. En de afgeleide van de positie van het paard. Dat is de snelheid van het paard. Als functie van de tijd. En ik wil dat dit 0 is. Hey, als het verschil tussen deze snelheden 0 is, dan betekent het gewoon dat de snelheid van de atleet gelijk moet zijn aan de snelheid van het paard. Als je voorsprong maximaal is, dan ga je allebei even hard. Nou, dat kan je dus uitrekenen met de afgeleide. Je had het ook met behulp van inzicht kunnen zeggen. Van, hey, je hoeft dus alleen maar te kijken wanneer die snelheden gelijk zijn. En we hebben hier de formules voor de snelheden. Kijk, dus onder de 3,5 zijn ze allebei nog aan het verstellen. Dat schiet niet op. Dus het zal waarschijnlijk ergens moeten gebeuren tussen de 3,5 en de 6. Dus voor de atleet, even kijken, voor de atleet gebruiken we als formule voor de snelheid 10,5. Dus dit is 10,5. En voor de snelheid van het paard gebruiken we die min 1 derde t kwadraat plus 4 t. En de waarde voor t die hier uitkomt, dat is je waarde voor t waarvoor de snelheden gelijk zijn. En dat is dus ook de waarde voor t waarvoor de voorsprong van de atleet maximaal is. Mooi hè? Dus daar hoef je niet zo heel erg vet moeilijk voor te doen. Oké, B. Wie wint de wedstrijd met hoeveel seconden voorsprong? Geef je antwoord in seconden, 2 decimalen nauwkeurig. Ja, beste mensen. Als ze eenmaal bij die 100 meter aankomen, dan zitten we in het tweede deel van de formule.
Dus dan hoef je alleen maar twee lineaire functies met elkaar te vergelijken en met 100. Dus je gaat kijken wanneer hier 100 uitkomt. Dus je zet 10,5t min 12,14 is gelijk aan 100. En je pakt 12t min 24 volgens mij. Deze is 100. Die los je allebei op en dan weet je hoe laat ze bij 100 zijn. Dan weet je ook wie de wint. Dus als je eenmaal die formules hebt en je denkt een klein beetje na, dan is het op zich niet zo moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Maar het is ook makkelijk om het met de rekenmachine te doen. Dus dat was even mijn extra boodschap over 67. Mijn hint aan jullie is, probeer dit zelf nog even, kijk of je goed uitkomt. En probeer ook dat gedoe met die pieces op de grafische rekenmachine eventjes te reproduceren. Dat is altijd leuk. Staat in het vorige filmpje over som 67. Ik zet de link op meneer.snel.it. Oké. Som 72, beste mensen. Hier is plek. Bij som 72 zeggen ze, sst. Fx is 10x kwadraat keer e tot de macht x. En gx is min x plus 2. En dan zegt ze, de grafieken van f en g sluiten de vlakdelen v1 en v2 in. Bereken in drie decimalen nauwkeurig de som van de oppervlakte van deze vlakdelen. Oké, ik wil zo weinig mogelijk gedoe hebben. Ik wil zo weinig mogelijk hoeven intoetsen. Ik wil het op een zo slim mogelijke manier doen. Ja? Dus, wat ga ik doen? Ik heb nog een manier die nog slimmer is. Maar dat gaat een beetje ver. Die wil ik wel doen, maar die wil ik niet aan jullie opdringen als van, jullie hadden het zo moeten doen. Maar het is ook een leuke manier. Dus die ga ik behandelen als ik dit heb behandeld. Ik zet ze eerst even in de rekenmachine. Allebei die functies waar het om gaat. Dus die ene is 10x kwadraat keer e tot de macht x. Zo. En die andere is min x plus 2. Of min x. Waarom staat er opeens tot de macht x? Die had ik waarschijnlijk nog niet weggehaald. Dat gaan we nu doen. Zo, min x plus 2. Ik zet in de standaard window, kijken of ze er goed uitzien. Kijken of ik die twee ingesloten... Dat is niet het standaard window. Kijken of ik die twee ingesloten gebieden kan vinden. Dus dit is je rare 10x kwadraat keer e tot de macht x. En die lijn gaat hij nu tekenen. Oh ja, oké. Dus dat eerste gebied, dat zit hier. En dat... Hallo. Ja, het eerste gebied zit hier, het tweede gebied zit hier. Laten we het ook eventjes een beetje uitvergroten. Dus zoombox. Het gebied wat ons interesseert gaan we even mooi midden in beeld zetten. En groot. Zoombox kun je een rechthoek tekenen. En die rechthoek die gaat hij dan inzoomen op het hele scherm. Dat is het idee van zoombox. Dus ik teken dit. En als ik nu aan de opdracht geef van oké, ga dit maar doen. Dan tekent hij de inhoud van die box op het scherm. Dat is het idee van zoombox. Oké, nou dan moeten we natuurlijk die snijpunten weten. En die snijpunten die wil ik opslaan in mijn grafische rekenmachine. Want ik wil er niet mee hoeven. Ik wil er niet te veel moeite mee hoeven doen. Dus ik ga gewoon de snijpunten van links naar rechts even opzoeken. Calc intersect, first curve, second curve, er zijn er maar twee. En de guess doe ik bij de linkerkant. Daar komt een antwoord uit. En dat antwoord dat sla ik op in A. Hoe doe ik dat? Ik realiseer me dat het antwoord in X zit. Als ik ook intersect heb gedaan, zit het antwoord in x. Dat kan je het knopje stow doen, dan sla je het op in a. A is second mat, want er staat een groen a'tje bij mat. Dus nu zit hij in a. Dan ga ik die andere twee ook doen, die doe ik in b en c. Dus het snijpunt, het middelste snijpunt gaan we zoeken. En op de hele slimme manier heb je dat middelste snijpunt niet nodig. Dat ga ik zo laten zien. Trace, intersect, bla bla bla. Dan krijg je min 0,77 of zo. Dus die slaan we op in B. En dat laatste snijpunt, dat willen we ook. Calc, intersect, first curve, second curve, guess, even lopen naar het laatste punt. En dan zegt hij 0,34, dus dat zit in de X en dat sla ik op in C. Dus mijn drie snijpunten zitten nu in A, B en C. En die kan ik gebruiken op plekken waar ik getallen moet invullen. Ja? Oké, nou,
dat eerste gebied, daar is die, die blauwe het grootst. Dus ik ga eerst deze oppervlakte berekenen. En dat is van A tot B met de blauwe minder rode. Dus dan zeg ik Fn int van A tot B van de blauwe minder rode. De blauwe is i1, dus dan doe je vars i vars function i1 min vars i vars function i2. Nee, dat wilde ik niet. Sorry, verkeerde scherm. Hier wil ik mijn i2 hebben, dus dan doe ik vars i vars function i2. Oké. Okay. En hier doen we dan dx. En dit antwoord, omdat we toch een beetje van het opstaan zijn, dat sla ik even op in D. Zo. De oppervlakte van het eerste gebied is 2,06. Dat tweede gebied kan ik ook uitrekenen, maar eventjes kijken in het plaatje. Daar is de lijn het grootste. Dus dan doe je de grote min de kleine, dan gaat het andersom. Dus dan zeg je fn int, mat fn int, van B tot C. Want dat waren de x-coördinaten van die snijpunten. En dan doen we i2 min i1. Dus vars i vars function i2 min vars i vars function i1. En je dx weer. Dit slaan we op in E. Kan je allemaal in één keer intoetsen. En de twee oppervlakten samen, die worden gevraagd, d plus e, zijn dus dit. Mooi hè? Oké, kan dit sneller? Ja, wat je ook kan doen namelijk is, je kunt de fn in doen van A tot C van de absolute waarde van het verschil. Want het idee van de absolute waarde is dat als het negatief is, maakt hij het positief. Dan maakt het niet uit of je de grote minder klein doet of de kleine minder grote. Als het min is, maakt hij het toch plus. Dus ik doe gewoon even i1 min i2. Dus vars i vars function i1 min vars i vars function i2. En dan moet ik nog de dx intoetsen. Zo. Nou, dan krijg je ook die, die 3,48. Was dat echt hetzelfde getal? Even kijken hoor. Ja, de eerste, vijf decimalen zijn hetzelfde, dus het zal wel goed zijn. Mooi hè? Oké, dat wou ik vertellen. Wil iemand hier nog iets over kwijt? Dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.